Van daaraf, vanaf die pizzeria dan. Heb je dat zelf gedaan? Als zin. Ja. Heeft ook zo'n mooie pak aan. Zo. Ze moeten heen. En nu, welke kant moeten ze nu op dan? Weten jullie dat? Welke kant gaan ze op? Maak jullie. Hij heeft ook heel veel moeite om te draaien. Als het goed is horen jullie muziek, want we hebben speciaal de DJ Piet mee laten komen. Om een leuk feestje. Hé, hey, daar is hij. Daar is hij. Dag meneer Piet, DJ Piet. Er zit de muziek in. Ja, ja. Denken jullie om je tenen? Wat een wagen zeg. Kon het ook kleiner? Kijk, hier hebben we een hele kleintje. Hoe heet jij dan? Nout. Nout. Maar ik zoek de DJ Piet. Daar meneer Andries. Hallo, hallo meneer Andries. Hoe is het er nu? We wilden de stormboot inpakken en alle apparatuur van mezelf kon niet meer mee. Amerika moest er nog in. En die kist van Sinterklaas moest ook mee, hè? Ja, die moest ook mee. Alle pakjes en alle kinderen moesten mee. Het was gewoon hartstikke vol, dus we hebben Frits gevraagd. Frits? De podiumpiet heeft Frits gebeld. En, ja, we hopen dat Frits alles klaar heeft staan en dat alles maar werkt. Dat is wel heel spannend natuurlijk, hè? Maar als het nou niet werkt, wat dan? Dan moeten we maar, ik hoop dat het werkt, anders moeten we maar zingen met z'n allen, meneer Andries. Ik weet het ook. We hebben een welkomstlied, hè? We zijn al een beetje aan het oefenen geweest en zeggen alleen steeds de verkeerde tekst. Oh, echt waar? Wat zingen ze dan, meneer Andries? Hallo allemaal. Wat fijn dat u er bent. Nee, dat is een andere. Dat is hallo Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Precies, en dan? Ben je voor het eerst hier of bent u al bekend? En dan? Stamp met je voeten. Ja, dat is een lastige. Weet je, we gaan het gewoon straks doen. We gaan het gewoon proberen. Even Blazen heeft ook al gespeeld, dus de melodie zit goed in het hoofd. En jullie kennen hem wel, hè? Ja, zeg maar ja. Hallo. Ja. Dag meneer Duver. Nou ja, geef niet. Maar DJ Piet, als jij nou alvast die kant op gaat. Ja, is goed. Ga je even kijken of alles goed staat. Ik hoop het. We gaan kijken en we gaan alles klaarzetten voor het discofeest straks. En dan zien we jullie allemaal straks in de Dukker. Ja! Ja, allemaal. Allemaal, hè? Alle kinderen tot straks in de Dukker. Ja! Gaan we doen. Dankjewel DJ Piet. Tot straks. De wethouder en ik die houden het goed in de gaten aan moet komen en ik geloof het ook wel, want daar kwamen de Pieten ook vandaan. Dus zo gauw ik iets van Sinterklaas zie, dan waarschuw ik je gelijk. Dat is goed. Wat gaan we ondertussen nog even doen? We hebben nog wel even wat, hè? We hebben nog wel een beetje tijd, toch? Jawel. Hebben jullie nog een liedje? Ja, doe maar. Kanon noemen we dit. Ga maar door. Kanon. Ik weet het niet. Leg ze je later wel uit. Oké. Sinds komt de stamboot aan. Op een pot zijn paardje en dek op en neer. Zo waaien de wimpels omheen en al weer. Zo, dat is een mooie. Applausje, kunnen we dat? Even een applausje geven. Hoe heet jij? Ik heet Stef. Stef. Het zijn de echte die eraan komen. Ja, zullen we eens kijken dan? Nou, sorry burgemeester, maar als je zo gaat schreeuwen, dan komt hij echt niet, hoor. Maar dan met een beetje mooie stem moet je dat doen. Zullen we dat nog eens een keertje doen? 1, 2, 3... Sinterklaas! 1, 3! Sinterklaas! Zien we Sinterklaas al? Waar dan? Hier dan? Ja, met paard. Ja, kijk eens aan. Als jullie een beetje ruimte maken, want dan kan die meneer met die lange stokken niet langs. Hoi.
en daar is Sinterklaas. Zo, hij wordt daar ontvangen en komt zo meteen naar ons podium toe. Want iedereen wil hem natuurlijk zien. Het is toch gelukt. Sinterklaas, deze kant op. U allemaal zien, ook hier achter het podium. Wat gezellig, meneer Kiefer. Oh, ik loop bijna over je heen, dat wordt niet. Dat jullie er allemaal zijn, dat jullie er allemaal zijn. Tja. Zullen we eens kijken, Sinterklaas, u moet deze kant op. U moet deze kant even op, want dan kan iedereen hier zien. Wil je dat doen? Ga maar even op het podium staan, dan kun je hem even een handje geven. En dan kun je hem zo vasthouden. Hier, kom maar. Zet me de... Wil je hem er even een handje geven? Help maar. Dan komt hij er niet op. Kijk, ik... Het is zo'n liedje die gaat nooit naar je hoofd. Dat gaat nooit naar je hoofd. Wat fijn dat u er bent. Komt u er binnen, nu bent u toch bekend. Ja, dat is het. Wat is het hier, drukte? Ze houden niet meer op, hè? Ze wil beginnen aan het liedje, dan heb je dat. Zullen we vragen, kunt u nog meezingen? Kan je nog meezingen? Nee, ze durft niet zo goed. Wacht eventjes. Dankjewel, even blazen. Oh, burgemeester is er, de wethouder. Sinterklaas, wat mooi dat u Noordwolde weer heeft gevonden. Ja, anders, ik heb eigenlijk een vraag. Wat zijn er veel kinderen? Ja, ik weet het niet wat ze hier doen, maar er komen steeds meer. Er komen hier steeds meer kinderen, ja. Ja, en we hebben toch ook nog geen koude winter gehad. Nee, ja, die komt eraan, hè? Ja, die komt eraan, ja. Er wordt volgend jaar nog veel meer dan natuurlijk. U spiekt zeggen dat het gaat vriezen. Maar dat geeft niet. Er zijn heel veel kinderen die komen voor u. Hoe was het eigenlijk? Want eerst waren we een beetje bang dat het niet zou lukken met de boot. Omdat het nogal laag water is in de Zaan. Ja, ja, die Hendrik Haan dacht ik dat hij heet. Hè. Die haalt allemaal water uit de Zaan. Dat moet toch uit de kraan, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik dacht eerst, wat doet hij daarmee? Maar uiteindelijk ging hij gewoon de paardjes te schrobben. Ging hij de paardjes schrobben? Oh, hij wist natuurlijk dat het kwam. Dus hij zou denken, de paardjes moeten mooi schoon zijn. Ja. Ik wil u even één ding laten zien. Want dan kunt u even kennis maken met de burgemeester weer. Is er weer. En wethouder Hanneke. Kom eens. We gaan even laten zien. Wil je op het podium komen? Nee, wil je dat niet? Geeft het niet. Sinterklaas, ik wil even u voorstellen. Sinterklaas. Even een handje geven. Dat is mooi. Ja, wethouder Hanneke. Ziet u dat wel eens zo in de gemeente? Nou, eigenlijk niet. Ik ben hartstikke verrast dat hier zoveel mensen wonen. Zoveel kinderen ook. Wat fantastisch mooi. Ja, en dan komt Sinterklaas gewoon elk jaar kijken. Hè. Kijk, wat een bevoorrecht. Ja, geweldig. Wat is het fijn om hier te zijn. Nou, gaat u straks ook mee? Ik ga zeker mee, want ik heb gehoord dat er een feest is vanmiddag. Zeker weten. Ja, maar wij komen uit Spanje natuurlijk niet bij Weegehanden. We hebben voor u nog een plaatsje in kunnen ruimen op de boot voor een presentje. Ja, en kijk dus even aan de hoofdpiet. Die heeft dat helemaal verzorgd. Speciaal voor u, helemaal vanuit Spanje, op de boot. Ja, en de huispiet heeft er heel goed op gepast, hè? Ja, ja, ja. Ik was even kijken, is Piet Snot er ook eigenlijk? Piet Snot heb ik eigenlijk nog niet gezien. Ik heb trouwens wel via de kinderen dat gezien hebben. Ik heb de Snoepiet gezien. Hebben de kinderen de Snoepiet ook gezien? En de DJ Piet, hebben we die gezien? Zeker, want waarom gaan we daar, waarom is de DJ Piet er, Sinterklaas? Nou, de DJ Piet, ja, die willen ze een mooi feestje geven in de sporthal. En daar mogen alle kinderen dus mee heen. Okay. Weet je, dat is eigenlijk veel leuker. Ja. Nou, dat is eigenlijk veel leuker om daar naartoe te gaan, want dan hebben we zoveel ruimte en hebben we zoveel plek. Burgemeester, gaat u mee? Zullen we de kinderen oproepen om mee te gaan en dan die kant op te lopen? Dat lijkt me een heel goed idee. Hier is het heel mooi, maar in de Duke wordt het straks nog veel en veel gezelliger. Oké. Okay. Ja, want de Disco Piet, de DJ Piet, heeft gevraagd om een feestje te geven in de sporthal. En dat gaat hij absoluut doen, denk ik.
Gaan we doen. Sinterklaas, ik mag u vragen om weer van het hele wankele trappetje af te gaan. Als die kinderen even meehelpen om met pakket. En dan gaan we naar de sporthal om eens te kijken of we daar een leuk feestje met de DJ Piet kunnen bouwen. Geven we de Sinterklaas, geven Sinterklaas een beetje ruimte en de burgemeester. En dan gaan we er achteraan. Die kant op. Naar de sporthal. Dag Sinterklaas. Sinterklaas? Ja. Mag ik u een hand geven? Ja, zeker. Gaat u er achteraan. Dan ga ik er achteraan. Moeder wil graag met u op de foto. Dat kan. Ja, ik heb het.